plaatsen. In de baan 4 de Nederlandse kampioenen van vorig jaar, Lotte Hosburg, keert nu als eerste in 29-94. De meeste ietsje langzamer dan ze vorig jaar in de finale deed. Vorig jaar in de finale ging ze 2-6-65. En dat is uiteindelijk ook het, dat is niet haar persoonlijke voortijd, maar haar PR-tijd heeft zij gevonden in Otopeni. Vorige week in Roemenië nog 2-6-0-7. Lotte Hosburg in vorm dus in 1-2-0-7 keert ze dan gedurende deze heel mijn beslag series. Ze zit daar nu mee ongeveer een halve seconde boven haar PR-tijd. Maar in ieder geval nog een ruime voorsprong en ook de snelste keertijd op 100 meter in dit programma nummer tot nu toe. Na deze derde serie volgen natuurlijk nog de snelste series bij de jeugd en de senioren 1 en 2 en ook die kunnen meedoen. In die A-finale aan Hosburg voorlopig dus de snelste tijden in 1.34.70 op 150 meter. Haar rondetijd was 32.63. En als we dan nog even kijken naar de dame in de tweede positie, dat is Alina Dinkshoff. Zij stond ook in die derde 50 meter 34.82. We zien er dus wel echt verschillen tussen Hosburg en Dinkshoff. Alleen maar groot worden hoe langer deze wedstrijd duurt. Hosburg dus. Zij laat zien hier mooie tijden neer kunnen zetten in de serie. Zij gaat naar de muur toe en ze komt dan bij de muur in de tijd van 2:06:60. En dat is een hele mooie tijd voor Hosburg. Geen persoonlijke voorwedstrijd, want die zetten ze vorige week neer. Maar toch zeker wel een 500ste van een seconde onder de tijd waarmee ze vorig jaar in de finale Nederlands kampioenen werd. Dinkshoff 2:16:70, haar finishtijd, tweede finishtijd en de derde finishtijd is van Isa Gerken. 2:19:99. Alle dames zijn bij de muur, dan gaan we naar de officiële uitslag van de derde serie. Je ziet in het beeld de snelkomtijd voor de finale van Hosburg van 2:06:60. We gaan verder met serie nummer 4 en dat is de snelste serie bij de jeugd.